Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat het drinkwater in Brokopondo veilig is. Brunswijk zei dit gisteren in de Nationale Assemblée op basis van testresultaten van SWM en andere gecertificeerde laboratoria in Suriname. De monitoring van het drinkwater vindt nog steeds plaats. Ondanks de goede labresultaten merkt de regering dat er nog twijfels zijn bij de gemeenschap over het drinkwater. Ik haast mij om te benadrukken dat de regering, in tegenstelling tot beweringen van leden van uw college hier, alle vertrouwen en geloof heeft in instituten als ons eigen BOG. Laat er daarover geen misverstand zijn. Meneer voorzitter, nogmaals, we vertrouwen in ons instituten, zoals ons eigen BOG. Wij erkennen ook dat eerder in de communicatie gerapporteerd is aan uw college dat hoge cyanidewaarden zouden zijn geregistreerd in het water van de Stuwmeer. Nogmaals onze verontschuldiging, voorzitter. De informatie is niet correct. Brunswijk zegt dat de regering ook op de hoogte is dat in de communicatie tussen de unit, Orden in Kleinschalige Mijnbouwsector en NIMOS een fout is gemaakt. Er wordt met mensen gewerkt en daardoor ontstond er een misverstand, zegt de vicepresident. Dit moet duidelijk uitgelegd worden en ze hebben het daar genomen en zeggen het Stuwmeer. Dus ze hebben het daar in het Stuwmeergebied genomen, maar niet in het meer zelf. Dus dat is het misverstand en NIMOS zegt, dat hebben we geconstateerd. Ja, dus in ieder geval, als iemand dit niet gelooft, maar wij als regering staan hierachter. En we zeggen, jullie zijn parlementariër, iedereen, als u wil, mag u ook monster gaan nemen onder begeleiding van wie u wil. Of jullie kunnen zelf een commissie samenstellen. Dan kunnen jullie samen gaan, monster nemen en breng voor NIMOS, breng voor BOG. Dit hebben we uit de meer genomen. Ik stel dat ook voor, zodat er meer geruststelling kan zijn. Brunswijk benadrukt dat de informatie die de regering gisteren in het parlement heeft gedeeld 100% secuur is.